dame cortar a la ta 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 ta. Welkom bij De Wereld op je Bord. In deze reeks ontdekken we heerlijke gerechten uit de wereldkeuken. Vandaag zoeken we de zon op voor een heerlijke klassieker uit de Spaanse keuken. De Spaanse keuken is altijd een beetje vakantie. En hoe een wie moet je zin krijgen in zongrijpte vetse producten en smakelijke ingrediënten? De gepassioneerde chef uit Malaga volgde zijn hart naar België en maakt nu hier het mooie weer met zomerse gerechten. Vol zon, passie en smaak. Want zo proeft Spanje. Dag Juan Luis. Hey. In Spanje dat zijn twee kussen. Dag Juan Luis. Hey. Als ik denk aan de Spaanse keuken, dan denk ik aan paella. Oei, tweede keer. De paella is toch Spaans? Ja, inderdaad. De paella. Maar Spanje is niet paella alleen. Hè. Spanje is een van de landen die meer sterrenrestaurants hebben in de ganse Europa. Alleen San Sebastián is, ik denk, 3, 4 of 5 sterrenrestaurants. Van alles. Van grill, van toprestaurant, van alles. En wat is hier dan nog zo echt typisch Spaans? Typisch Spaans. Ja, want heel veel mensen denken, als ze zeggen Spaanse keuken, denken wij aan paella. Wat heeft Spaanse paella, sangria y vamos a la playa. Sangria. Nee. Is de cultuur in Spanje, dat is zo belangrijk. Ik kom van in een familie dat die geniet, zo rond de tafel. Iedere Spanjaar die graag geniet en rond de tafel. Als die zitten in een restaurant in Spanje, die mensen komen binnen om 3 uur, die zijn gedaan om 6 uur, om 7 uur. Die gaan laat eten, de Spanjaarden. Dat is ongelooflijk. Ja. Waarom doen ze dat? Dat is gewoon de mensen die genieten en die eten. Gewoon, ja, rond de tafel genieten van een goeie vis, van een goeie vlees, van groentjes, van alles. Je bedoelt, ze blijven ook nog heel lang aan tafel zitten. Ja, en die blijven aan het eten. Ze zijn grote eters dus, in Spanje. Ja, zeker. Dat zijn echt, inderdaad, dat zijn echte, soms je verrast als die mensen die brengen eten. Ik zeg, oh my god, dat kan niet. Ik ben niet zo'n grote eter, maar ik zou wel heel graag een Spaans gerechtje willen leren klaarmaken. Okay. Heb je een suggestie? We gaan in een vissoep, dat noemt dat zarzuela. De zarzuela, vissoep. Deal. Een vissoep, dat klinkt niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk? Nee. Dat moet gewoon een beetje volgen wat nodig hebben. En die belangrijke van alles is de vis. Is het belangrijk welke vis we erin doen? Liever witte vis en vast van vlees. Ja. Wat ook belangrijk is, is de basis. En de basis is in een goeie sofrito maken. Sofrito is de basis van veel gerechten in Spanje. De basis van in een sofrito is altijd ongeveer dezelfde: paprika, platte peterselie grof gehakt, look, ajuin en tomaat. Oké, we starten in een foam van olijfolie, goeie olijfolie. We gooien platte peterselie grof gehakt. Ja. Paprika. Rode Spaanse paprika. Is die zoeter dan die van ons? Is zoeter. En waar vind jij die? Hier in de Marokkaanse winkel. Ja? Ja. Die Marokkaanse die gebruiken veel. Spaanse paprika's in de Marokkaanse winkel. Ja, dat is dan niks. Marokkaanse is korba van Spanje als van België. Hè? Nog in een groene paprika. Van elk eentje. Van elk eentje. Ja, ga jij een beetje werken? Ja, ik dacht, zal ik misschien een beetje helpen? Ik sta hier dan toch, hè. Voilà, als je dan doe dat. Durf vertrouwen aan mij. Oké, super. Goeie in een dikke Spaanse ajuin. Wat is het verschil tussen een ajuin zoals wij ze kennen of een Spaanse? In Spanje, die grote ajuin, die zijn zoeter als die van hier, die kleintjes. Maar dat zijn verschillende variëteiten ook. Hè. Voilà. We steken 1 en 2 flinke takjes van laurier, maar niet de bladeren, want daarna die moet eruit. Hè.
stokje en alles erbij. Ja. Ja, in vissoep zit veel look. Ja, look is altijd belangrijk in de Spaanse keuken. Hè. Hoeveel teentjes look gaan we erbij doen? We gaan 4. Zie je, dat zijn rode look. Zie je, dat zijn schilles. Ja. Voilà, ik heb nog één. Voilà, onze 4e tandjes bij. En dan, we steken onze pot op de vuur. Ja. We voegen bij een beetje de schil. Alleen de schil van de appelsien. Waarom die, hè? Die mag je zo in een frisse smaak. Voilà. We gooien de schil van de appelsien bij. En nu we gaan tomaat gesneden. Die sofrito van de zarzuela, is nodig veel tomaten nodig. Dus meer tomaat als paprika. Kan je gesneden tomaatjes? Of ik tomatjes kan snijden? Ja. Tuurlijk kan ik tomatjes snijden. Wat een vraag. Wat geen vraag, hè. Maar je moet hier... We laten hier de ajuin, die paprika, de laurier goed laten soederen. En dan we voegen die tomaatjes bij. Super. En? Voilà, dat beginnen. Schone kleurtjes, hè? Yes. Dat is de Mediterrane keuken, hè. Dat is geuren en kleuren. Fantastisch. Hoe ben je ooit in België verzeild geraakt? Oei. Oei. Por el amor de una mujer. Ja, is dat echt? Maar zo romantisch. Ja, dat klinkt romantisch, maar ja, dat is ja, de realiteit. Maar je moet het verhaal nu niet gaan afzwakken. Nee, oké. Je doet dat niet. Voor de liefde. Voor de liefde, inderdaad. Sorry. Ja. En mis je dan de Spaanse zon niet? Ja. Die mensen, inderdaad, de Spaanse zon. Maar hier in België, en ik kan zeggen dat... Hier is het ook altijd schoon weer. Huh? Hier, hè? Ja, inderdaad. Ja, het is dan. Zie je? Die sofrito is bijna klaar. We gaan een beetje, misschien... Een beetje vis bouillon bij. De enige groente van ik gooi erin en mijn vis bouillon is de zelder en in een dikke ajuin. We gaan nu een klein beetje van onze vis bouillon bij. Ja, dat is zo een beetje blussen, hè. Onze sofrito. Dat niet laten branden, hè. En voilà, we laten nu dressel erop en we laten even rustig. Oké. Okay. En we gaan... En tussen de vis al. Voilà. Onze schalapjes, onze mosselen, onze calamar. Mm. Onze gambas. Onze koningin van de zee, de langoustine. Mm. Mero cherna, dat weet ik niet wat is dat. Vis. Ja, dat is vis. Het is raar, is vis. Maar welke is zijn naam? We weten het nog niet in Vlaams. Ja? Heek. Als die zijn de koningin, die komen hier, de twee koningen. Home. Maar die gaan niet allemaal gebruiken, hè. We gaan aan de weer door. Die eten mij op in plaats van ik hen. Voilà, dat is in een kabeljauw en dat is in een lood. We gaan gesneden hier 2 stukjes. Wat ik kan zeggen dat heel belangrijk is, in Spanje we fileren niet veel de vis. We graag de vis laten zien met de kop. Hier, die zijn gewoon van te fileren. Oké. Okay. Dat is nogal een visje. Dat is een echte visje, hè. We gaan gesneden. Nog van hier. Die kabeljauw. Die laten niet doen, hè. Voilà. We gaan hier apart laten. Voilà, ik pak nu de lood. Trek je dat er altijd vanaf of kan je dat er ook gewoon in de lot wel, in de kabeljauw niet. Normaal
Deze, zoals de mensen graag, hè. Mee graag, zo. Gewoon puur. Het is belangrijk dat we exact deze vis gebruiken voor de soep of mag dat ook vervangen worden door iets anders? Altijd proberen die vis die goed vast is. Die vlees die goed vast is. Dat niet onmiddellijk kapot gaat als in de soep gaat. Oké, okay. We gaan nu onze sofrito. Dus, voilà. Mooi. Van de kleur. Dat ziet er super uit, hè? En van de geur. Voilà. Hanna, we vissen eruit die schil van de appelsien. En de laurierblaadjes ook? De laurierblaadjes ook. Want we gaan mixen nu onze sofrito. Je hebt honger, precies. Goesting. Goesting. Ruikt, ik weet niet hoe lekker. Lekker, hè. En zie je de huur van de appelsien. Dat is bio-appelsien, hè. Dat is geen ongespoten appelsien. We gaan nu mixen. We gaan nu zeef onze sofrito. Ik zal misschien even komen helpen. Super. Zo. Goed vast, hè. Ja, dat ruikt ongelooflijk lekker. Ja, hè. Ik hou van dansen en muziek. La gente tiene otro calor. Y España es la mejor. En onze sofrito is gezeef. We gaan terug op de vuur. Terug de zeef. En onze bouillon bij. We moeten gewoon bouillon genoeg voor die ongeveer alles onze marchandise van de vis. Gedekt zijn, hè? Ik bedoel, onder de bouillon. Ja. Heb je veel honger? Ja. Oké. Okay. We gaan de calamar gesneden. Zo, dikker, hè? Niet zoals we maken calamares fritos, hè? Zo'n grote stukken? Ja, dat is mooi daarna voor te presenteren, hè? Voilà, onze calamar, onze lood, onze kabeljauw. Oké, okay, voilà. Hanna, onze bouillon, dat begint bijna te koken. We gaan die calamar gooien, want dat is een van de alfies dat x lang duurt. Ja, dus die moet er zeker als eerste bij. Voilà. We gaan de lood ook bij. We gaan nu een stukje van de kabeljauw van onder leggen, hè. Nu we gaan twee stukjes van de mero ocherna. Twee stukjes van de heek. Die belangrijk is, niet laten kapot te gaan. Nu we gaan een aantal mosselen. De tapijtenschelpjes zijn erin. Die beginnen te wenen. Ondertussen, ik gooi de langoustine en die gambas. De eerste keer dat ik was in België, just gearriveerd van Malaga, was aan te denken voor te eten mosselen. We zijn in Spanje gewoon van te eten mosselen, koud, zo in een half kokkie, met de citroensap en peper. De eerste keer dat ik vraag een mosselen hier, die kom in een grote kasserol, met hier een deksel erop en warm. Dat was voor mij. Ah ja, jij eet dat nooit warm in Spanje? Nee. Maar dat is zo lekker. Ja. En nu intussen ben je er wel aan gewoon. Ja, dat ik kan in een ganse kasserole eten nu, hè. Zelfs het tekort, hè. En met frietjes. Ja, maar ik kan me voorstellen, de eerste keer als je dat niet gewoon bent, dat inderdaad wel heel... Ja, dat was impact aan als die meneer die open is in een kasserole daar. Ik zeg, nu moet allemaal opeten. Dat was een beetje te veel.
Hoe zit het voilà, hier? Voilà, kijk. Onze zarzuela is klaar, kijk. Onze langoustine. Ja. Onze koningin van de zee. Die gambas, die mosselen. Oh, la 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 la. We gaan klaar nu... om te eten? Nog niet. Even wachten. We gaan kijken. Mooi presenteren. Onze scalletje lekker warm halen. Oppassen, het is warm. Ja. We onze grote casserole hier te zetten. En nu le moment suprême. We gaan heel voorzichtig. Langoustine. We laten zo even zo aan de ene kant. Want dat gaan de eerste zijn. Hè? Kijk welke gambas. Voilà, onze mooie stukje vis, onze calamar, wauw, onze hekkenziel, oh la 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 la, onze scherne, onze mero. Zie je, dat blijft allemaal mooi zo vast. Nu we gaan goed presenteren die gambas. Voilà. Dus zo zetten we onze zarzuela op tafel. We gaan misschien weten wat, hè. Er is hier een kok in Baskeland, die zei. En Sene Brechil. Sene Peterselli. Wat we kunnen doen, is daarna serveren apart als iemand die graag bouillon bij. Ja. Die apart serveren. Maar we gaan zingen straks. We zullen maar... beginnen met één portie, hè. Voilà. De zarzuela is klaar. Amai. Voilà, Hanna. Onze zarzuela is hier, hè. Amai. Cookie. Zie je dat? Voilà. Ruikt lekker. Ja, hè. Je hebt hier al iets klaargezet, zie ik. Hela, dat is hier een lekker cava rosé. Normaal, we drinken altijd de soep met de bubbels. Je drinkt overal bubbels bij. Ja, lekker. Ik vind dat een heel goed idee. Salut, hè. Salut. Voilà, 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 voilà. Alsjeblieft. Dank je wel. Voilà. Smakelijk? Smakelijk, hè. Lekker van de smaak, hè. Die inktvis is super lekker. Ja? Ja. Is in orde? Ja, dat is echt heel lekker. Het smaakt mij voortreffelijk. Ja. Mosseltjes zijn ook heel lekker. Op een geslaagde zarzuela. Salut, hè.